Waterschap de Brabantse Delta beschikt nu definitief over de monumentenvergunning die nodig is om wijzigingen aan te brengen op landgoed Bovigne. Dit betekent echter niet dat het waterschap aan de slag kan. De monumentenvergunning staat namelijk los van de sloop- en bouwvergunning die het waterschap ook nodig heeft. Tegen de afgifte hiervan heeft de vereniging Vrienden van het Markdal en Buitenplaats Bovigne bezwaar ingediend. Zij is fel tegenstander van de nieuwbouw en uitermate teleurgesteld over de uitspraak van de Raad. De vereniging vindt bijvoorbeeld dat het waterschap wel degelijk een baliefunctie heeft, en dat zou leiden tot een veel te grote toestroom van auto's. De bezwaarprocedures kunnen nog jaren in beslag nemen.